We zijn hier vanmorgen in het Erve Arcito, de thuisbasis van Heracles Almelo, waar straks om 10 uur een meeting begint van Almeloze horecaondernemers die willen proberen om via acties hun inkomen toch wat veiliger te stellen. Door middel van afhaal of meeneem of door middel van het toch weer omhoog krikken van hun inkomsten. Wat gaat er precies gebeuren vanmorgen hier in het stadion? Ja, dat is een goede vraag. Maar eigenlijk gaat er vandaag niet zo heel veel gebeuren. Vandaag is er gewoon een vergadering van de horeca. We gaan de dingen doornemen die afgelopen dinsdag al bekend zijn geworden. En eigenlijk hebben wij daar verder geen invloed op. Het enige wat we doen als bedrijf zijnde is eigenlijk de dingen veranderen die we hadden gepland. Afgelopen dinsdag werd het duidelijk. Met kerst gaat de horeca niet open. Hoe vervelend is dat? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Je zit in de drukste maand van het jaar. En wij hadden ook echt rekening gehouden met opengaan op 15 december. Ik had verwacht dat de overheid daarvoor zou kiezen. Hoe sterk is de horeca financieel hier in Almelo? Tot op heden zijn ze redelijk sterk. Want iedereen leeft nog. Maar het is natuurlijk wel een... Het moet gewoon niet langer duren. Dit duurt eigenlijk al veel te lang. Want dit is echt een aanslag op ieders portemonnee in de horeca. Dit kan echt niet zo lang zo doorgaan. Hoe boos was jij dinsdagavond toen premier Rutte zei van... je moet deze kerstdagen niet in je eigen zaak gaan staan... maar onder je eigen kerstboom gaan zitten? Nou, ik was niet boos. Ik had het wel verwacht en ik heb het... je laat het een beetje gelaten over je heen komen. Maar boos is niet het juiste woord. Ik vind ook dat we met elkaar moeten zorgen dat het virus zo snel mogelijk de wereld uit is. En als wij daar dan voor dicht moeten, dat is heel pijnlijk en heel vervelend. Maar het is natuurlijk niet alleen voor de horeca pijnlijk en vervelend. Het is voor iedereen heel pijnlijk en vervelend. En je hoopt maar dat je zoveel mogelijk hulp krijgt van de regering. Daar wachten we nu op, dus dat is wel spannend. En ondertussen proberen we, waar het kan, gedetacheerd te worden. We werken bij een mattenfabriek, een hele mooie Almeloze mattenfabriek, fantastisch bedrijf. En we werken bij Eugeria, daar helpen we in de zorg. We zijn nu 4000 gehaktballen aan het inpakken voor de supporters, om die een hart onder de riem te steken. Want voor hun is het natuurlijk ook heel vervelend. En we doen wat we doen. Hoe kijk je naar 2021? Hoopvol. Hoopvol, ja. Ik denk dat we straks lekker open gaan. Zal het in het begin misschien eventjes weer wat wennen zijn. Maar we zullen ook. Je ziet nu ook hoe snel mensen gewend raken aan situaties. En hoe we nu mondkapjes dragen. Ik dan nu niet, maar jullie. En hoe gewoon we dat al gaan vinden. En dingen die we op afstand staan. Geen kussen meer geven. Dingen wennen heel snel. Dus straks als het weer normaal is. Het oude normaal. Dan zal dat ook weer heel snel wennen, denk ik. En dan zullen we er extra van genieten, denk ik. Denk je niet? Ja. We wensen jou en de hele Almeloze horeca alle succes toe. En we hopen dat het snel voorbij zal zijn. Dankjewel.